Deze highlights worden u aangeboden door Expedia en PlayStation. UEFA Champions League sponsors. Geen onaardige voorzet. Jeroen ging erbij knielen. Santos en Zirkov. Djuba zoeken. En Djuba. En de goal. Jeroen. 1-0. Knappe combinatie van Zenit. En Jeroen brengt de thuisploeg op voorsprong op aangeven van Djuba. Lekker gedaan. De voorzet van Zirkov mocht er ook wel zijn. Daar begon het eigenlijk allemaal mee. Vaak zie je die geblokt worden door de verdediger. Hij draaide hem er mooi langs. Deze voorzet nog makkelijk weggekopt door Sergej. En dan hier Zirkov. Patrick komt en de bal langs hem heen. Djuba met de controle. En dan Kuzayev. Djuba opnieuw. Absoluut geen sprake van buitenspel. Ricky opent voor Fares. Hij heeft vaak vrijheid daar. Marusic kan opnieuw voorbrengen. Moriki gezocht. Die kan de bal niet naar beneden koppen. Toch een antwoord van Lazio. Een minuut of vier na de goal van Zenit. Is dit nu een goed of een minder goed resultaat? Deze tussenstand voor Club Brugge. Dat is maar wat je wil natuurlijk. Eerst kijken naar deze actie. Jeroen. Oh, fijne tackle van Wesley Goed. Vol risico. En vol op de bal ook. Ja, hij steekt er wat mij betreft bovenuit vandaag. Nostovoj was nog basisspeler afgelopen weekend. Hij kan ongeveer op dezelfde plekken spelen als Jeroen. Mooie ren. En net naast geplaatst. Nostovoj. Eerste actie. En bijna meteen een goal. Pereira aan Serbi. Voorzet met rechts. Uitkijken. Caicedo kwam daar. Ja, ze beginnen. Milinkovic-Savic kop terug. En dan Caicedo die naar de verste hoek mikt. Maar net voorbij de verste paal. Barrios met zijn vriendje Correa. Nou, nu ging hij zelf te makkelijk liggen. En Correa kan ontsnappen. Correa wil zelf. En trapt ook nog. Goeie speler toch. Maar Kerzakov. Attent. Serbi. En de gelijkmaker van Caicedo.
Als een duiveltje uit een doosje kwam hij daar opduiken. En hij trapte hem in één tijd lekker binnen. Ja, ze waren aan het komen in dat slotkwartier. Typisch Italiaans. En Caicedo ramt hem erin. Goed werk van de Ecuadoriaan. Deze highlights werden u aangeboden door Expedia en PlayStation, UEFA Champions League sponsors.